Het directoraat der Belastingen verwelkomde op 17 oktober 4 nieuwe aanslagregelaars die hun diploma ontvingen na een 4-jarige opleiding. Belastingdirecteur Marita Lautan-Weinerman benadrukte het belang van voortdurende scholing, vooral met uitdagingen in de olie- en gasindustrie. De geslaagden reflecteerden op de obstakels die ze overwonnen en waardeerden de ondersteuning tijdens hun opleiding. De nieuwe aanslagregelaars versterken de Belastingdienst in haar belangrijke rol. Minister Omar Ramadien woonde op 21 oktober de lancering van een social media campagne bij, gericht op barrières bij baarmoederhalskankerscreening. Deze 6 maanden durende campagne, gefinancierd door het LEAF-programma van de Canadese overheid, heeft als doel bewustwording en preventie te bevorderen. Nancy Bandu, directeur van Stichting Lobby Health Center, wees op de misvattingen en angst rond screening, waardoor veel vrouwen niet worden onderzocht. Minister Ramadien benadrukte het belang van vroege detectie en riep alle stakeholders op om het initiatief te ondersteunen. De voorbereidingen voor een nieuw waterpark aan de verlengde Charlesburgweg in Paramaribo zijn bijna voltooid. Het park zal onder andere spectaculaire glijbanen en het grootste kinderbad van Suriname bevatten en is gericht op het aantrekken van toeristen om het toerisme te stimuleren. Projectleider Remy Amatrejo gaf een update over vertragingen door technische problemen. Districtscommissaris Ricardo Bola wees op het belang van het park voor de lokale economie en de buurt, met potentieel om zowel lokale als internationale bezoekers aan te trekken.